Wel, ik ben nu in Wilcox, Arizona. Dat is een heel oud, wel voor hier, downtown. Daar zo. En ik wou nou een spijkerbroek kopen. Staat die winkel te kopen en er zijn helemaal geen spijkerbroeken meer. Nou wel. Ik probeer altijd een kleine middenstand een beetje overeind te houden. Als ze dan allemaal weg zijn later, dan kunnen ze mij de schuld niet geven. Nou ja, zo zit ik hier maar een koffie te zuipen. Drinken. Sorry. Het is hier een heel rustig dorpje. Bijna achter ons zie je de bergen. Er staan 5 nieuwe huizen daar. Beetje een rare plaats. Oeps. En ik heb al het idee als je hier woont dat je dan verplicht bent om in een pick-up truck te rijden. Hier zit het station, dat wordt niet meer gebruikt natuurlijk. Want niemand is zo dom om mee de trein te gaan. Ze hebben ook een soort park. Het is gewoon relaxed hier, zo weet ik niet. En ik zet vaak de truck hier recht voor stationsgebouwen. Dan ga ik hier maar een koffie drinken. En hier is ook een barbecue place. Dan ga ik zo meteen mijn barbecue eten. Interessant leven, hè?